Ik ben Lewis, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Rotterdam. Lieg in mijn face, spuug op mijn naam, ik word toch wel gewistie. Birds eye view, ik reflecteer, stak out samen en ziet mij weer, you always. Ik ben begonnen met muziek maken denk ik nu 2 jaar geleden of zo. En echt dat ik muziek uit ben gaan brengen dit jaar pas, februari. Ik was gewoon thuis begonnen, ik had zelf mijn studioapparatuur gekocht. Toen ben ik zelf muziek gaan maken. Ja, waarom ik nu pas ben begonnen met muziek uitbrengen is omdat ik gewoon vooral, ik weet niet, ik vind het gewoon belangrijk. Je moet je craft altijd goed eerst je eigen maken, je eigen sound ontwikkelen toch. Spontaan, enthousiast, ik denk altijd probleemoplossend of zo, gezellig. Altijd straightforward man, gewoon blijven werken of zo, ook zo'n beetje man, dat iets man. Als een vibe gewoon, het is echt een vibe, je kan er een vibe op catchen, snap je? Je kan het luisteren op elke plek waar je bent, in je auto, maar je zou het ook gewoon in de club kunnen horen, overal eigenlijk. Ik weet niet of jullie het niet kennen man, maar ik luister de laatste tijd best wel veel Shoreline Mafia en O3 Guido. Dat is een beetje waar ik nu in zit, een beetje die vibe gewoon. Ik weet niet of het zozeer mijn inspiratiebronnen zijn, maar het is wel dat ik hun sound, daar kan ik mezelf heel erg in vinden. Dus dat is een beetje, ja dat is het gewoon. Ik ben ook heel erg met YG, een beetje die West Coast movement, daar fok ik best wel mee. En ja, Travis Scott ook sowieso. Ja, ik was laatst wel, ik zou wel pokken met Ding willen man, met Ricky. ADF Ricky, ik loef zijn saus wel, je toch? Hij heeft weinig tunes out there, maar ik weet gewoon dat we wel qua sound wel een beetje, denk ik wel, iets sick zouden kunnen bouwen ofzo. Dus ik ga die man sowieso ook nog correcten, dus hij weet ervan, hij weet ervan. Ik zat laatst ook te denken van, ik zou niet een pokken met Ronnie Flex willen hebben, maar wel een beat van hem. Ik zou een beat van hem willen, want je toch, zijn beats zijn altijd wel echt hard. At the moment ben ik weer eventjes op een rotty vibe man. Ik zei eerst toch, dat is wel echt waar ik wel even nu wel zin in heb de laatste tijd. Maar over het algemeen ben ik gewoon, ik hou van Italiaans eten man. Dat is wel echt, nou sowieso pasta of zo. Ik zit wel een beetje nu in The Mandalorian man, op Disney Plus toch. Daar zit ik wel in. Aflevering 4, kom morgen aflevering 5, dat is wel een beetje wat ik check nu. Dat is eigenlijk mijn grootste inspiratiebron toch. Alles wat ik meemaak hier in Rotterdam, dat is waar ik gewoon muziek op baseer eigenlijk. Vroeger ook met skaten toch ook altijd en dan maak je gewoon veel mee en dat is gewoon mijn inspiratiebron sowieso. Waar we nu zijn man, dit gewoon hier, centrum, echt gewoon centrum. Ik wil gewoon een soort van Rotterdam weer toch naar die next level brengen ofzo toch. Hoe ik dat wil aanpakken is gewoon sowieso veel te blijven doen voor de stad. Ik heb mijn eigen clubavond, dat doe ik met vrienden van me en dat doen we echt gewoon voor de stad, weet je, gewoon voor de culture. En ik merk wel dat dat iets, een soort van levendigheid in Rotterdam weer terugbrengt. De goede voornemens van het volgend jaar zijn gewoon consistent muziek blijven droppen. Ik wil gewoon echt laten zien wat ik in me heb, zeg maar. Dus dat. Ik wil nog sowieso shout-out naar Open Rotterdam voor het interview. Ja man, dat was het eigenlijk gewoon.